Welkom bij het tv-programma De Man Achter de Minister. Mijn naam is Rut Sinkler en vandaag ga ik in gesprek met minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Welkom minister Jubitana. Dank u wel. Ik mag Rut zeggen toch? Natuurlijk. Dank u natuurlijk. Wel, Rut. Ja, fijn dat u er bent. Ja. Minister, we gaan direct erin duiken in het programma en beginnen met een stukje over uw privéleven te vragen. Waar is minister Jubitana geboren en opgegroeid? Nou, dat is tweeledig. Voor iedereen die het wil horen, zeg ik ben echt in het bos opgegroeid. Mm-hmm. Geboren, getogen, maar goed. Richting Blakawatra, 1975 geboren. Daar tot mijn vierde jaar opgegroeid. Dus daar in het savanna gerend, gespeeld, alles gedaan daar. Mm-hmm. Toch? Wanneer je klein bent. Ondeugende dingen. Je gaat de awaras zoeken, je gaat naar zonder dat je ouders er vanaf weten. Dus. En u daarna, klom zelf helemaal omhoog in die awara boven. Nee, niet in die awara boven. Nee. Dat nee. Vind ik echt zo. Nee, maar. En ja, toen ik naar school moest, mm-hmm. want ik kom uit een gezin van 7, ik ben de tweede. En mijn broer die woonde al bij mijn grootouders. Toen ik naar school moest, zijn mijn ouders dus zijn we verhuisd richting Bernadorp. Mm-hmm. Of op Bernadorp. Ja. En daar woon ik nog steeds. Daar woont u nog steeds? Maar de band met het dorp van waar ik kom, die band is er nog steeds. Mm-hmm. En ja, regulier contact. Mijn ouders zijn er ook nog daar. Okay. Hoe heet uw geboortedorp? Kasipora. Kasipora, ja. Oké. Okay. En was u een stout jongetje? Ik denk het wel. Kreeg u veel straf? Ik zoek altijd de grenzen op, toch? En ja, ik hou wel van een grapje. Mm-hmm. In het Surinaam zegt men, toch, je loopt haarmang. Mm-hmm. Maar ik kan ook best wel hoor, tegen een grap. Dus laat dat ook gezegd zijn. Lekker gezellig. Dus. En waar droomde Albert van als jongetje? Kleine Albert? Nou, heel raar, maar goed. Wat wilde je worden? Ik dacht ooit chirurg te worden, te zullen worden. Ja, anders, je ziet het leed. Maar goed, dat zijn zaken die je van kleins af, weet je, het krijgt een beeldvorming. En toen ik op de Mulo school zat, dan dacht je van oké, dat verandert je beeld weer van wat je wilt worden. En uiteindelijk word je geleid door een bepaalde gedachtegang. Je wilt toch wel een bijdrage leveren aan de society, het land, op jouw manier of op mijn manier. En ja, zo heb ik het in principe verder, mijn loopbaan. Ik stapte in de verzekering, daarna in de retail business. En ik belandde in de hospitality. En na de hospitality weer in de verzekering. En na de verzekering, ja, bent u waar ministerschap. U nu bent beland, daar gaan we het straks zeker over hebben. Over hebben in het volgende segment. Maar u wilde chirurg worden, dat is het uiteindelijk dus niet geworden. Ja, maar nu ben ik bloeddonor. Dus. Hey, dat is ook heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk. Ja, nee, dus meer om. Ja, je ziet bijvoorbeeld mensen lijden of je wilt toch een bijdrage aan leveren. Maar dus dat zei ik dus door de jaren heen is vanaf mijn Mulo school is toen dat beeld eigenlijk. Weggeëpt en ben ik andere dingen gaan doen. Ja, want hoe was uw schooltijd? Waar heeft u op de Mulo gezeten? Of het ik Mulo zat op de Sint-Bernardus school, ook op Bernardorp. Mm-hmm. En daarna zat ik op de Sint-Paulus school, een heel leuke periode. Maar dat is in de stad? Ja, ik stond 5 uur in de ochtend op, 5:30. Moest ik de bus 5:30 pakken om 7:30 in de stad te zijn. 4 jaren lang en na school, na school moest ik weer rennen richting Burenstraat. Ja. Dus u was ook goed in atletiek dan? Ja, ik sportte veel. Ja. Misschien ziet het er niet meer naar uit. Maar ik heb gevoetbald, ook voor Transvaal, jeugd Transvaal. En daarna Reeberg, daarna Parana, maar dat zijn clubs uit Wanica. Mm-hmm. En zelf ook voor de club uit Bernadorp. Maar heel vroeg kreeg ik een blessure. En daardoor ben ik me veel, heb ik me gericht op mijn werk. Anders hadden we u in dat show gezien misschien wel. Nee, ik denk niet dat het zo worden, want zo fanatiek was ik niet. Okay. Maar het was wel
ik hield van sporten. Ja. Ja. En u heeft nu zelf een gezin. Ja. Bent u een strenge Surinaamse vader, zou u dat zeggen? Ja en nee. Het doel is altijd heilig, vind ik. En kinderen moet je wel, ze moeten wel vrij zijn in hun ontwikkeling. Maar natuurlijk binnen een bepaald kader. Ik heb een vrij strenge opvoeding gehad. Ik zal zeggen, ja, binnen de lenen lopen. Op tijd naar bed en al dat soort zaken, maar ook je best doen op school. Mm-hmm. Maar ik vind ook, hoe ik er tegenaan kijk, is dat zeker in dit tijdperk, zeg ik maar, je hebt YouTube, je hebt social media, van al dat soort dingen. Je moet je kinderen zeker daarop ook gaan voorbereiden, hoe ze daarmee moeten omgaan. En je hebt niet alles in de hand. Mm-hmm. Het enige wat je wel moet, voor mij belangrijk, de doelen zijn heilig. Want je wilt ook dat je kinderen in het leven, dat ze ook hun doelen gaan bereiken. En daar hou ik aan vast. Ja. En daar kan ik heel streng in zijn. Ja, ja. En dat weten ze dan thuis ja. ook. Ja. Mm-hmm. En wat is een van uw mooiste jeugdherinneringen die u met ons zou willen delen? Iets wat misschien impact heeft gemaakt of waar u met plezier aan terugdenkt? Nou, ik zal zeggen, ik heb gevoetbald. Maar ik ben in principe, ja, je werd gedwongen om eigenlijk een, want dat is voetballen was in Suriname. Maar ik hou wel van een, laat me even een zeestraatje pakken. Ik kan uren genieten van een tennissen. Hou ik van. Ik heb afgelopen weekend kunnen genieten van de finale, de Australische Open. Dus ja. Als ik het ook zou kunnen, als ik jonger was en die in de gelegenheid was, had ik dat misschien ook gedaan. Mm-hmm. Maar in de buurt werd alleen gevoetbald. En ik zal niet zeggen dat ik een vol talent zat of zit, maar ik ben altijd wel dedicated. En met de club hebben we dus, ik dacht in 92 of 93, de club Parana, hebben we dus landelijk voetbal een competitie. Dus hebben we gewonnen. En dat was voor mij een heel mooi moment, omdat het is een teamsport. En we hebben keihard getraind. We kwamen uit het district en iedereen dacht van ja, kunnen deze jongens voetballen allemaal niet langer dan waarschijnlijk 8 van de 11 spelers, niet langer dan 1,70 of 1,75. En kom je in de stad spelen, dat is tegen clubs als de rest dacht ik, ook Zwaluw. En dan denk je van oké, dat zijn clubs die het heel goed deden, maar we hebben toch van ze kunnen winnen. Ja. En het kampioenschap behaald. En dat is een van mijn mooie momenten in mijn jeugdperiode. Het heeft toch heel goede indruk achtergelaten. Ik heb goed contact nog met mijn ex-ploeggenoten. Dat is mooi. En dat doet toch wel goed, ja. Ja, want wat heeft het u geleerd tot slot? Nou, het, die overwinning. Dus waarom ik even een zeestraatje pakte met tennis. Ik hou veel meer van individuele, zeg maar, individueel sport. En voetbal is uiteindelijk een teamsport. Verdraagzaamheid. Je gaat toch ook wel, je zet je extra in voor je medespelers, voor het team. Voor het grote doel. Je staat 1-0 achter in de eerste helft. En dan word je aangemoedigd door supporters. Dus een bomvol stadion. Dat geeft een heel ander gevoel. Ja. Maar denk je van, hey, ik heb het altijd gedaan misschien omdat het moest. Omdat ik moest sporten. Ik wilde sporten ook. Maar uiteindelijk voel je dan ook een heel ander vibe. En dan, dat doet je toch ook beseffen van, hey, je doet het niet alleen voor jezelf. Het is samen. En dat zijn mooie dingen, dus ja. Voor je vorming, want dat neem je ook mee in je carrière. Daarom, toch? Samenwerken. Daarom moedig ik ook teamsport aan van verdraagzaamheid. Je gaat de extra miles voor je collega, zeg maar, omdat die het misschien iets wat tekort schiet. Maar dan moet jij daar aanvullen of jij schiet tekort en dan word jij dan ook ondersteund. Ja. En dat is het in het, denk ik, ook in het dagelijks leven, in overal waar je gaat, dat je die ondersteuning naar elkaar toe geeft. Ja, heel mooi. En hele mooie wijze lessen. Mm-hmm. Dank voor het inkijkje in uw privé. Ja. Een beetje privé van minister Albert Jubitana.
In het tweede segment leg ik de minister 3 stellingen voor en ik ben benieuwd naar zijn reacties. Minister Jubitana, de eerste stelling is: als mannelijke minister moet je streng en autoritair zijn, anders loopt iedereen over je heen. Nou, ik deel die mening niet, of die stelling. Ik denk dat je eerst doelen helder moet formuleren. Mm-hmm. En ook mensen of ja, degenen die met je samen optrekken, wijzen op hun verantwoordelijkheden. Natuurlijk mag je streng zijn, maar ik geloof wel in de geestelijke vrijheid van mensen. Mm-hmm. En wanneer je die kan aanhouden om een doel te bereiken, denk ik dat ze veel beter of veel meer gemotiveerd zijn. En aan de andere kant heb je zeker zeker in deze rol, het moet niet utopisch klinken, maar je moet wel je directe omgeving, je indirecte omgeving, zeker door je manier van handelen, je werkwijze, moet je ze kunnen inspireren om je te volgen. Het is niet altijd even makkelijk, maar ik geloof niet in dat je mensen, om het even zo te vertalen, dat je met een zweep in de hand moet rondlopen om dingen gedaan te krijgen. En daarom is voor mij belangrijk, de doelen moeten helder zijn. Ja. En ook daardoor kan je ook degenen die om je heen zijn, kan je ze ook erop aanspreken. Je kan ze ook daarin begeleiden van, hey, dit is de weg die we moeten opgaan. Ja, je kan ze motiveren, dat die intrinsieke motivatie komt om mee te gaan. Daar geloof ik in. Ik geloof niet in dat ik iemand moet heel streng moet zijn. Nee. Ik kan wel heel streng zijn, maar dat weten de mensen ook om me heen. Ja, ik heb u ook niet leren kennen als een autoritaire, strenge. Dat hoeft niet altijd, maar persoon. Het is soms wel nodig. Ja, soms. Heel soms. Oké, en de tweede stelling is: als het aan mijn gezin / familie ligt, komt er geen tweede termijn na deze. Ja, ik heb aan mijn directe omgeving dat ook gezegd hoor. Ja. Ik zeg, hierna wil ik wel weer rustig verdwijnen en mijn ding gaan doen. Ja, want u bent niet zo van de voorgrond. Dat zeker niet, maar het is een rol die je moet vervullen. En ook, waarom heb je ervoor gekozen? Dus het komt met de job, maar ik denk wanneer je met ziel en zaligheid erin zit, je stopt er heel veel energie in. Je sociale omgeving heb je bijna geen... of geen tijd meer voor zelf je gezinsleven. Het is daarom voor mij een keus geweest van... niet dat ik heb gezegd, ja, ik stap erin. Maar de mening en de besluit van mijn gezin stond eigenlijk voorop. Ja. Voordat ik die keuze heb gemaakt om te zeggen, ja, ik stap erin. Dat was belangrijk, maar je offert heel veel op. En ja, dan verlang je heel op sommige momenten... Of veelal, ook vrijdagmiddag, waar iedereen gaan chillen en dan zit jij nog door te duwen tot misschien 9 uur, 10 uur 's avonds. Ja. En dan denk je van, ja, het is een heel ander soort leven. Maar het is een bewuste keus, dus daarom zeg ik aan het einde, voor mij misschien weer... Terug naar de rust. Ja. Ja, heel mooi. En de laatste stelling, minister, is: als mannelijke minister stimuleer ik vrouwen in de politiek? Ja, dat is een heel mooie, maar toch wel uitdagende vraag. Want het klinkt ook heel erg feministisch, vrouwen stimuleren in de politiek. Maar ik denk dat wij als land veel verder moeten kijken. We moeten zaken kunnen overstijgen. In mijn ervaring hoor, is dat we politiek veelal bekeken in een heel enge zin of in een enge vorm. Ik wil daarom even toelichten hoe ik erin ben gestapt. En ik zal zeker vrouwen ook die wellicht in de directe nabijheid zijn en die daarvoor ambitie hebben, ook die, zeg maar, die les meegeven. Ik ben erin gestapt. Ik zeg, het is landsbelang. En dan hoe je draait of keert, dan heb je het partijbelang en dan is jouw individueel belang. Mm-hmm. Want uiteindelijk ben je daar voor land en volk. Ja. Toch? En dat is de les die ik aan iedereen meegeef. En als vrouwen in dit, uw vraag is specifiek, ze mogen zichzelf zeker daarin, kan ik zeker meegaan dat
dat dat ook verder ontwikkeld mag worden. Je ziet de discussies binnenshuis. Vrouwen reageren ook veelal anders. En dat kan altijd een heel goede wisselwerking geven wanneer je alleen maar mannen aan tafel hebt of mannen die een land moeten besturen. Denk het empathisch vermogen, idem. Bij mannen is het, ik praat dan vrij uit, meestal misschien heel macho, weet je. Mm-hmm. Je moet een besluit nemen. Bij vrouwen ligt dat toch iets wat anders. Dan houden ze rekening ook met andere omgevingsfactoren wellicht. Maar dat ligt in de natuur, denk ik, bij hun. Zo mm-hmm. is het. Een stukje, ja, de zorg. Ja, vrouwen zijn ja. iets verzorgender. Ja. Dus, meestal. Dus ik zou dat zeker meegeven. Maar meer vanuit een groter geheel. Niet dat politiek eng bekeken moet worden in de mm-hmm. enge vorm. Maar meer in hoe kunnen we dat gedeelte overstijgen en wat we willen bereiken. Landen doelen ons binden of verbinden. En ik denk dat we dan daardoor ook de vrouwen veel meer gelegenheid bieden in politiek. Uiteindelijk wil iedereen het beste van maken. Maar ik denk dat het een goed samenspel moet zijn. Ja, binnen goede balans. Het geheel. Ja. Ja, dank u wel. Dank u wel voor uw reacties op de drie stellingen. Ja. En van de drie stellingen gaan we naar het volgende segment. En wil ik het graag met de minister hebben over carrière, ambitie en zijn ministerschap. U heeft al eerder een beetje verteld, u komt uit de retail en de hospitality. Wat was uw laatste baan voordat u minister werd? Ik stapte, toen ik uit de verzekering stapte of hospitality, ging dan in de verzekering weer en toen dacht ik van nee, ik ga mijn eigen ding doen. Mm-hmm. En ik heb iets dat me heel erg boeit en inspireert, zeker voor Suriname, is hoe zien we elkaar als land? Mm-hmm. En je hoort heel veel meningen, er zijn verschillende visies erover. En daarin wil ik wel een bijdrage verder gaan leveren. Wie zijn wij als Surinamers? Uh-huh. Ik vind dat er nog te weinig over wordt gediscussieerd wie we zijn of wie we mogen zijn. Niet wanneer het een feestdag is, dan komen we bij elkaar en we feesten, we eten, we drinken. Maar ook in onze doelstelling, uh-huh. wat wij als land willen gaan bereiken. Dat is denk ik dat we nog een aantal stappen te maken hebben. En we moeten niemand tekort doen. We zijn in 1975 onafhankelijk geworden. En veelal zegt men, ja, is een jonge natie. Maar ik denk dat we ook daarvan moeten afstappen van die stelling. En juist moeten gaan werken naar wie wij mogen zijn als land, als volk, als natie. Daarin wil ik een bijdrage gaan leveren. Ja, dus dat is eigenlijk uw ambitie hierna om... Wordt het dan een soort consultancybureau of hoe moet ik het zien? Want we gaan, als ik u zo hoor praten, wilt u met ons gaan werken allemaal aan onze Surinaamse identiteit? Ja, dat is wat me op dus dit hierna zeker interesseert. Ja. Ja, dus u gaat niet meer naar de verzekering en de retail, maar echt meer naar de dienstverlening, consultancykant. Ja, maar ook productie. Uh-huh. Ik zal dat ook even, misschien een deel van mijn privéleven weer naar boven halen. Ik ben met mijn broer zijn we bezig, al zeker sinds 2015, bezig met ananas telen. Mm-hmm. Omdat dat is ook in het dorp Kasipora. Omdat je ook een voorbeeld wilt geven, je wilt ook laten zien dat dingen anders kunnen met betrekking tot productie. En ja, we zijn zover dat we in principe een eigen merk hebben ontwikkeld, mm-hmm. maar dat is buiten, ja, vanaf 2015, dus ik leg de nadruk op 2015, want u weet, de ministers mogen geen bijbaan en dat soort zaken, maar ik kan mijn ananas aanplant niet gaan vernietigen omdat nee, ik dat minister zou zonde ben. Zijn. Maar goed, dat is zijn zaken, dus ik vind productie belangrijk voor het land en
scheppen van werkgelegenheid, in welke vorm dan ook, zolang het op een keurige manier is. Ja. Dat moeten we gaan stimuleren. We hebben een bevolking van nauwelijks 600.000. Willen we als land verder gaan groeien en bloeien, moeten we gaan zitten los van de kennisindustrie waar misschien Paramaribo op gefocust is, dat de districten ook een bijdrage mogen leveren. Want iedereen wil naar Paramaribo trekken, maar we staan er niet bij stil dat de kwaliteit van het leven in de districten wellicht, mm-hmm. of ik wil bijna zeggen zeker, omdat ik in Para woon, ja. Je bent daar in de rust. Je hoort geen auto's lang, weet je, met brommende geluiden langs je heen elke dag. Je komt thuis, je bent in de rust, je geniet van de natuur. We beseffen het veelal niet, maar de kwaliteit van het leven van dit deel van de bevolking moeten we heel hoog houden. En mm-hmm. ook anderen gaan stimuleren de kwaliteit op te krikken. En ja. dat hoeft niet altijd in een omgeving in Paramaribo te zijn, maar het mag ook in Para of Marowijne of Nikeri. Ja. Dat is waar we naartoe moeten werken, maar die productie moet op gang komen zodat de mensen een inkomen hebben, een inkomen waarvan ze zeker zijn van hey, 1, 2, 3 keer per jaar heb ik een goede oogst, maar ja. het hoeft niet altijd landbouw te zijn, het kan ook iets anders zijn. Want mag ik concluderen dat u zegt van als we meer productie en werkgelegenheid scheppen mm-hmm. in de districten, dan kunnen mensen blijven waar ze gewend ja. zijn te blijven. En gaat iedereen eigenlijk vooruit. Niet alles hoeft in Paramaribo te gebeuren, mm-hmm. maar we moeten vooral ook kijken van wat is er mogelijk in de districten ja. om de mensen die al kwaliteit van leven hebben, omdat ze in de natuur ja. wonen, et cetera, maar ook financieel hun positie ja. te verbeteren. Laat me een concreet voorbeeld geven. Mm-hmm. We hebben luchthaven in Para. Mm-hmm. Maar dagelijks gaan er bussen van Paramaribo naar Sanderij. Mm-hmm. Maar je hebt ook daar in Para heb je zeker een doelgroep. Mm-hmm. En dan heb ik het puur over kennis, die universitair of zeg maar HBO ja. geschoold is. Waarom moeten zij 2 uren trotseren elke dag naar Paramaribo? Om te werken. Terwijl ze daar binnen 15 minuten aan het werk kunnen zijn. Ja. Weet je, dus we moeten anders naar dingen gaan kijken. Een beetje decentraliseren. Dat is wat ik dus bedoel. Ik heb het even over landbouw gehad, maar dit is weer een heel andere tak, de luchtvaartsector. En we moeten ook, denk ik, en dat is wat ik predik ook op het ministerie, we moeten de generaties na ons het licht laten zien. Mm-hmm. Ik weet, we zitten in een heel vervelende periode, een heel uitdagende mm-hmm. periode. Maar waar wij moeten werken voor de generaties na ons. En als wij het licht niet laten zien, dan denk ik dat ik mijn doel niet heb bereikt. Maar ja. na mijn ministerschap wil ik me zeker verder hiervoor gaan inzetten. Ja, want dan is het heel duidelijk dat waar uw ambities liggen. U bent nu minister van TCT, Transport, mm-hmm. Communicatie en Toerisme. Hoe bent u 1,5 jaar geleden begonnen als minister op uw ministerie? En wat is een van de mooiste dingen, vindt u, dat u tot nu toe heeft bereikt in de TCT? Nou, ook een heel mooie vraag. Ik wil mezelf nooit op de borst slaan. Wat mag ik heb af en toe gedaan. Best, hoor. Maar we zijn gestart in het gebouw van OW. En we hebben daar 10 maanden in 2 kleine of kamertjes hebben wij beleid gemaakt. Voor het ministerie, de afdelingen, een deel was nog ondergebracht bij HI en een paar afdelingen in het gebouw van OW. Als ministerie waren we 10 maanden lang, moest ik daar tussenin laveren. En dan het ministerie ook nog qua beleid weer bij elkaar brengen. En dan ook nog gaan presenteren binnen de raad, in de DNA. En uiteindelijk dacht ik in juni vorig jaar, mochten we intrekken in het gebouw van BDO, mm-hmm. vorige BDO. Ja. En toen waren we bij elkaar. Dat was een van de voor mij mooie momenten. Maar dat we als ministerie bij elkaar waren. Maar wat voor mij toch wel bijzonder was afgelopen periode, omdat we op het gebied van zieke transport zeggen, Suriname moet de hubfunctie gaan
Nee, we moeten die rol gaan vervullen. En ja, we zijn zeg maar op het gebied van luchtvaart. We zijn allemaal overvallen door COVID. We weten er alles van. En dan moet je de sector weer op poten zien te krijgen. Toerisme helemaal ook teruggevallen. En soms verwacht je dingen niet. Maar toch wel wat bijzonder was, is... Ik heb toen getwijfeld, vorig jaar november, om te gaan naar een ICAN-event. En dat event wordt, dacht ik, om de 2 jaren gehouden. Dat is dus een event voor de, met betrekking tot de luchtvaartovereenkomsten. En we zijn geweest met een heel klein team. En we zijn teruggekomen met, zeg maar, verbindingen die we in de toekomst kunnen maken. Mm-hmm. En wat we allemaal beloven aan de samenleving, die hubfunctie, dat we nu al een basis daarvoor hebben gelegd. Yeah. Dat we in de toekomst, we moeten er keihard voor werken natuurlijk, dat we kunnen vliegen naar Chili, naar Colombia, naar Argentinië, naar Ghana, naar Rwanda, naar Kenia. U maakt me blij nu, hè, minister. Naar de Verenigde Arabische Emiraten, naar Oman. Ja, rechtstreeks vanuit Suriname, begrijp ik dat goed? Ja, dus dat zijn luchtvaartovereenkomsten die we moeten nog gaan sluiten. Nou, we hebben daar de basis gelegd voor de verbinding met Chili, met Colombia, met Argentinië en verder met Ghana, met Rwanda, met Kenia. En ook met Oman, Verenigde Arabische Emiraten. En wat ik ben een mooie... een blije vrouw, hè, minister. Ja, okay. Als ik rechtstreeks van Suriname naar daar kan, ja. Perfect. Ja, en een van de mooie momenten, ook tijdens dat event, was het krijgen van de United Kingdom en Spanje aan tafel. En wij hebben aangegeven, als of wanneer je met een luchtvaartovereenkomst tekent met Suriname, teken je met een van de groenste landen ter wereld. En zo hebben we dus United Kingdom en Spanje aan tafel kunnen krijgen. En de basis is nu gelegd. Dus vanuit het ministerie moeten we dus gaan knokken. Mm-hmm. Om het voorwerk dat we nu hebben gedaan. Dat we deze overeenkomsten ook binnen dit jaar. Dat we zeker een groot deel daarvan kunnen afhandelen. Of ja, getekend dat hebben. Dat het echt sluitend wordt. Dat de luchtvaart, de verbinding, dat die ook tot stand kan komen. Ja, de minister geeft me stress, want ik moet nu heel veel geld gaan verdienen als ik van hier rechtstreeks naar Barcelona kan. Ja, en dus, naar Afrika. En Afrika, ja. Maar ik zal toch nog een ander moment ten aanzien van transport. Want we praten veelal over openbaar vervoer. Maar ik wil toch bij deze één korte toevoeging nog doen. Mm-hmm. De samenwerking tussen havenbeheer, Suriname en de Port of Antwerpen International. Ja. Dat is een heel mooie samenwerking, zeker 31 of 33 jaar samenwerking hebben ze dus vorig jaar een MOU getekend waarbij wij ondersteuning kregen op het gebied van know-how. En ik mocht daar ook een weekje, of niet eens een week, 3 of 4 dagen. En dan kreeg je daar een rondleiding en dan gaan ze door de totale keten heen van in principe waarmee de discussie die we nu aan het voeren zijn, local content, ja. De toegevoegde waarde, hoe hebben ze hun haven ingedeeld, welke keten pakken ze langs, zeg maar, op hun complex, hoe ziet hun verdienmodel eruit? En dat geeft toch ook weer andere inzichten. Het is de 13e of de 14e grootste haven ter wereld. Mm-hmm. En wij moeten nog gaan groeien. Yes. Maar dat is een heel mooie samenwerking. En ja, maar dan leert u van hun ervaringen. Ja. We moesten een rondleiding krijgen. Mm-hmm. En ze zeiden nee, u heeft al in de boot, we waren al op de rivier, maar we gaan nu in een helikopter. En we hebben 1/2 uur gevlogen boven Antwerpen en dan nog hebben we niet alles gezien. Zo. Maar het was heel mooi om te zien dat de kenniskunde, hun ervaring die ze hebben, dat ze die met ons hebben gedeeld. En te zeggen van, hey, jullie zijn een haven in het noorden van Zuid-Amerika. Mm-hmm. Jullie willen je positioneren ook als een hub. Yes. Want daar praten we over. Ja. Dan kom je terug met een heel ander beeld van, oké,
Wij hebben hier een klassieke manier van de activiteiten op de haven. Dit zijn laden en lossen van schepen, maar hier moeten we veel verder kunnen. Ja. En dat is voor TCT zeker ook samen met de werkarmen een mooie uitdaging om in de toekomst verder mee aan de slag te gaan. Ja, klinkt als hele mooie uitdagingen inderdaad. U bent nu minister, u bent hard aan het werk. Mm-hmm. Maar toen ze u vroegen, zo'n anderhalf jaar geleden, wat was uw eerste reactie? Verschillende. Eén, ben je er ready voor? Kan je het aan? En dat was ook een van de vragen van mijn zoons. Denk je dat je het aan kan? Mm-hmm. Dat was voor mij op zich niet eigenlijk de uitdaging, want ik hou van uitdagingen. Ik zei al, ik zoek mijn grenzen op. Mm-hmm. Maar de support, hoe men naar je gaat kijken, want we zijn veelal ook, ik zeg het ook bij deze, veelal hebben we al een beeld van iemand gepitcht van, oh, je komt uit ABOP of je komt uit VHP of van een andere politieke partij. Maar ik wil daarin toch wel een heel andere kijk laten ontwikkelen. Dat we gaan voor het groter doel. De politieke partij, het vertrouwen hebben ze gegeven. Het vertrouwen mag je nooit beschamen. Dat is ook wat ik in eerste instantie voelde. En het vertrouwen, het risico dat je neemt. Maar uiteindelijk hangt het ook van jou af hoe je de periode als minister door hard werken, hoe je jezelf naar de gemeenschap toe, met je medewerkers, wat je allemaal aan het ontwikkelen bent. Maar toen ik die vraag kreeg, was dat wel een groot vraagteken van, ga je dit wel aankunnen? Omdat ik verscheen niet graag voor de camera, dus dat was een van mijn uitdagingen. Want je moet elke week een statement geven, haast. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een bepaald parastataal bedrijf? Wat gebeurt er op het gebied van beleid met betrekking tot toerisme, communicatie? Je hebt altijd contact met het publiek. En geloof het of niet, ik heb heel weinig foto's van mijn kinderjaren. Mm-hmm. Ik rende weg en ik huilde. Ja, dus dat ik dat heb mogen overwinnen, denk ik voor mezelf. Ja. Zie ik als een grote plus. Maar dat zijn zaken dus hoe het publiek, de samenleving naar je kijkt. Maar dat bepaal je dus ook zelf. Mm. Want dus, er komt best wel veel kritiek op jullie als ministers. Ja. U heeft ook geen makkelijke portefeuille, hè? Transport, communicatie, toerisme. Mm-hmm. Mensen hebben veel kritiek. Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik sta altijd open voor opbouwende kritiek. Dat zeg ik ook off the record. Iedereen mag me een appje sturen, een berichtje sturen. Maar hou het wel op een respectvolle manier. Ja. denk ik dat we samen verder kunnen. En ik weet ook niet alles. Ik mag een rol vervullen. Mm-hmm. En ik moet me kwijten van mijn... Ja, je moet je heel goed kwijten van je taak. Maar dat is een van mijn eerste statement geweest met de medewerkers om me heen. Ik weet niet alles. Nee. We hebben elkaar nodig. We moeten de doelen helder houden. We moeten ervoor gaan. En kritiek zal er altijd zijn. Ja. Het hangt van de persoon af, in deze van mij af, hoe je daarmee omgaat. En soms bel ik wellicht. Ik heb 2-3 keren teruggebeld van één. Als dit het is, je manier van omgaan of bejegenen, dan. Dat accepteert u dan? Dan blok ik je op mijn. En dat doe ik dan ook. Hoor. Heel duidelijk, heel duidelijk. Het is waste of time om als iemand een bijdrage wil leveren, kom en zeg hoe je dat ziet. We nemen het, we kunnen maar het altijd respectvol. Ja, ja. Ja, respectvol altijd. Ja. Tot slot, minister, tot slot nog even kort. Waar ligt uw grootste uitdaging nog? Nou, de uitdaging die we hebben, het is niet één gebied hoor. Qua werk, als u dat bedoelt. Mm-hmm. Toch? Ja, in ministerschap. Kijk, we hebben de samenleving beter beloofd. En we zitten nu in een situatie waar het heel, we moeten uit het dal, we moeten klimmen uit het dal. En het is niet altijd even makkelijk. En dan heb ik dus transportsector,
En die sector is dan weer onderverdeeld in 3 subsectoren: luchtvaart, maritiem, openbaar vervoer. En dan heb je communicatie. We weten er alles van. Ontsluiten van het binnenland, maar ook betere verbinding. Gewoon in geheel Suriname. Ja. We kregen heel veel klachten. En dan moet je dus beleid op gaan loslaten. Hoe gaan we de verbinding tussen nu en een x-aantal jaren verbeteren? Mm. Dat is heel veel overleg met niet alleen andere organisaties die er baat bij hebben, maar ook met de organisaties, de werkarmen binnen de overheid. En ja, het is knokken omdat we hebben een devaluatie gehad of ook inflatie. Mensen kunnen niet alles meer misschien als vroeger. Hun besteding is wellicht achteruit gegaan. Mm-hmm. En dan moet je gaan dealen nu met hoe ga je dat opvangen? Hoe ga je toch de samenleving daarin voorzien? Dan heb ik het puur over communicatie. Toerisme bijvoorbeeld. Er moet een wetgeving komen. De toerismeautoriteit. Zijn we nu mee bezig met de staatsraad. Ja. Met de DNA. Maar je moet alle nieuws in één richting zien te krijgen. Dus want wat heb je? Je hebt, iedereen vindt zichzelf belangrijk. Ja. Which is good, want dankzij de private sector, dat is ook wat ik roep of zeg, hebben we dus toerisme op gang kunnen brengen. En tot nu toe, zeg maar, dat ze overleven. Maar vanuit de overheid moet je toch wel die faciliterende rol gaan vervullen. Klopt. Maar je hebt die input nodig. En dat zijn uitdagingen. Dus dan heb ik het puur over wetgeving, mm-hmm. Juristen die je erop moet loslaten om zaken voor je te screenen, dat je alles moet kunnen bijbenen met je staf. We moeten inhaalslag maken. Ja, dus en ik wil het toch benadrukken. Mm-hmm. Er zijn ontwikkelingen, want iedereen heeft het over oil en gas, maar we praten ook over local content. Hoe sluiten de sectoren hierop? Hoe moeten we daar die aansluiting op maken? En dat zijn de discussies die je gaat moeten voeren om je ook je wetgeving goed te krijgen voor de toekomst. Ja, want we mogen niet. Goede basis ja, is. We moeten niet door de generaties na ons. We moeten niet kwalijk genomen worden van wat hebben jullie gedaan. En dat is voor mij als persoon toch wel een uitdaging. Want maar dat wel een verwijt, mooie uitdaging. Ja, dat verwijt zou ik niet willen. Ja. En daarom. Alle schouders eronder, krachten eronder. Ja, heel de goede spirit erin houden en doorduwen, zeg ik, knallen. Ja. En ik denk dat we zeker door middel van team spirit dat alles voor elkaar kunnen krijgen. Ja. We have a long way to go, maar laten we erin geloven. Dat is wat ik predik. Dan komt het goed. Ja. Heel goed. Dank u wel, minister. Dank u wel voor uw reacties in het stuk over carrière en ministerschap. Ja, en van carrière en ministerschap gaan we naar het volgende segment en dat is het woordassociatiespel. Dus we gaan met minister Albert Jubitana van TCT een spel spelen. Bent u ready? Ja. Het woord associatiespel is vrij simpel. Ik geef u een woord en het eerste wat in u opkomt, zo reageert u. Oké. Okay. Ja? Het eerste woord is Suriname. Eenheid. Eenheid. Ja. Heel mooi. Vakantie. Sulas. Ja? U gaat graag naar het binnenland? Ja. Ja? Heeft u een favoriete plek? Verschillen. Mm-hmm. Het binnenland, zolang ik de vogeltjes hoor. Ja. Zolang ik het geluid van het water hoor. Dan, heerlijk. Ja. Sulas is altijd goed, goed om echt helemaal te ontspannen. Overvolle agenda. Ja, niet goed voor je sociale omgeving. Dat is wat ik ondervind. Ja. Ja, klopt. Ze moeten er wel mee dealen, helaas. Hè? En als ik zeg vrije tijd? Nou, dan wil ik... Ja,
dan wil ik erop losleven. Mm-hmm. Op een verantwoordelijke manier natuurlijk. Ja, want ik denk erop losleven. Nee, wat moet ik me erbij voorstellen? Je gaat naar het binnenland of je doet je licht. Je wilt een keertje echt uitslapen en dan heb je met niets en niemand hoef je druk te maken. Of je stapt in de auto en je gaat met je gezin ergens. En kunt u dat nog, minister? Kunt u dat nog? Hoe ontspant u eigenlijk na zo'n zware dag? Nou, ik luister veel naar muziek. Mm-hmm. Ik kan altijd een goede film, een documentaire met name. Laat me zeggen film, documentaires. Die brengen me tot rust. Ja. Maar gewoon muziek. En ik ben mijn eigen DJ. Oh ja? Ja. Dus ik luister van alles, behalve hard rock, luister ik naar alles en nog wat. Oké, dus u draait lekker muziek af. Mm-hmm. Heel mooi. Eten, minister. Nou, dan zal ik mijn afkomst niet verloochenen hoor. Want het is een lekkere peperwatra of met anjumara of wild. Ja. En een beetje pittig. Ik kan niet zo met tegen peper, maar dat mag wel een keertje dan. Ja. Heeft u vroeger ook wel eens gejaagd zelf? Of dat deed niet u niet? Echt. Ik heb zeker met mijn opa, die heeft ons naam ons mee. Mm-hmm. Maar daarna, na de Binnenlandse Oorlog, kon dat niet meer. Dus nee. Dat is dan een stukje dat verloren is gegaan, laat me het zo zeggen. Ja, oké. En sport, u houdt van sport? Ja. Voetbal of tennis? Wat is de favoriet? Ik kan ook voetbal toch wel, omdat ik daarmee ben opgegroeid. Mm-hmm. Ik ben het gaan leren. Maar als ik ooit tennis kon doen, dan zou ik dat heerlijk vinden. Maar ik kan ook goed, ik hou wel van een goede racewedstrijd, een Formule 1 hoor. Oké. Dan kan ik ook uren naar zitten kijken. Dus, Hamilton of Verstappen? Nou, ik ben een Hamilton fan. U bent een Hamilton fan? En eigenlijk Ayrton Senna. Oh ja, maar die is er helaas niet meer. Ja, die is al heel lang niet meer. Oké, en dan nog twee woorden voor u. Familie? Mijn gezin, warmte, liefde, dat is belangrijk. Mm-hmm. En het laatste woord, toekomst. Ja, rust voor mij. Mijn toekomst wil ik in alle rust doorbrengen. Oké, dank u wel, minister. Tot uw dienst, ook bedankt. Ja. Van het woord associatiespel gaan we naar het laatste segment van deze aflevering. En dat segment gaat over leiderschap en legacy. Minister Yubitana, u staat veel in de belangstelling nu als minister. U bent een rolmodel voor sommige mensen, u bent een voorbeeld. Mensen kijken naar u. Hoe gaat u om met deze verantwoordelijkheid? Nou, het is één. Het is een, u zegt het, een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En het is meer een verplichting hoor, want het is een keuze die je maakt. Mm-hmm. En dat je zeker voor de gemeenschap, maar ik hoor hier een legacy, dat zeker voor de jongeren, mm-hmm. dat mijn visie daarop is, laat alvast het licht schijnen voor de jongeren. Mm-hmm. Laat tenminste een stip op de horizon zien. Dat zij ook een houvast hebben waar ze naartoe kunnen gaan. Ja. We hebben jarenlang hier, vanaf de onafhankelijkheid, heb ik ook te maken gehad met het woord brain drain of het begrip. En dat is het laatste wat we nu nodig hebben in dit land. Dus voor mij de verantwoordelijkheid om daar zeker een voorbeeld in te zijn, maar ook er naartoe te werken dat het licht ook echt gaat schijnen. Ja. En waar haalt u uw persoonlijke inspiratie vandaan? Wie inspireert u? Ik luister veel naar muziek. Mm-hmm. Het is één. En de natuur. Mm-hmm. Maar ook mijn sociale omgeving. Mm-hmm. En dan heb ik het over mijn gezin, kennissen, vrienden. Je hoort ze ook zaken roepen of dingen zeggen. En dat neem je allemaal tot je. En je gaat er iets mee doen. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Dat je ook niet alleen ik moet gehoord worden, maar ik moet ze horen. Yes. En ik moet er iets mee doen. Mm-hmm. Dat is de inspiratie. Muziek is voor mij een voeding voor mijn ziel. Mm-hmm. Dat moet ik elke dag. Ik luister elke dag naar muziek. Ja, muziek is zeker heel erg belangrijk. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Toen u aantrad op uw ministerie, ontmoette u een nieuw team voor u dan.
Wat zijn de leiderschapskwaliteiten die u zelf heeft aangewend om uw ministerie eigen te maken en van daaruit te gaan leiden? Nou, het eerste is, veelal is het dat je geliefd wil zijn. Dat is meestal een utopie ook. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat je mensen om je heen hebt die begrijpen en beseffen waarvoor we eigenlijk daar zijn. En dan moet je één het empathisch vermogen kunnen opbrengen om ook te willen luisteren naar je medewerkers. Waar zitten ze mee? Mm-hmm. Maar aan de andere kant moet je ze ook kunnen overtuigen, een bepaalde overtuigingskracht hebben om met je mee te kunnen gaan dat er een bepaalde, want het is een verandering. Yes. Ja, dat veranderingproces, dat je daarin een voorbeeld bent, dat je daarin het voortouw neemt om te kunnen leiden. Want het is maar een beperkte periode, 5 jaar. Het leek lang, het is heel kort. Ja. En dan moet je samen met je mensen daar eigenlijk door dat traject heen. En elkaar ondersteunen, want daar draait het om. Je moet niet alleen willen dat men naar je luistert, maar je moet ook je mensen om je heen moet je willen horen. Mm-hmm. En echt iets mee doen. Want dan heb je een mooie melange van goede samenwerking, goed begrip. En gaan voor het doel. Ja, er komt echt een teamspirit naar boven. Ja. Ja. Nou hebben we het in een eerder segment al een beetje gehad over dat u zeker het belang ziet van vrouwen in de politiek. Ja. Zijn we ready voor misschien wel binnenkort een vrouwelijke president of in de toekomst van Suriname? Ziet u daar een vrouwelijke president voor ons weggelegd? Dat zou gaaf zijn, mm-hmm. denk ik zelf. Ja. En wat zou het gaaf maken? Omdat we ook durven, dat zal ook zeker van onze samenleving. Dat zegt iets over, zal iets zeggen over onze samenleving, mm-hmm. dat we ook ready zijn voor andere stappen. Mm-hmm. Waarom kan het in een ander land wel? En het gaat niet alleen puur dat het een vrouw moet zijn, maar dat een vrouwelijke leider, dat wij zeker dat ook moeten kunnen koesteren. Mm-hmm. En als dat zo mag zijn, nou so be it, maar laten we dat ook zeker omarmen en gaan behoren, zeker in de wereld. We hebben Angela Merkel gezien, wat ze allemaal heeft betekend binnen Europa. Waarom zouden wij dat niet in Suriname zo in een vrouwelijke leider mogen hebben? Dus ik kijk er heel positief of heel met de open mind ernaar, mm-hmm. om het in die bewoordingen te zeggen. Dus ja. Ja, nu, en dan tot slot van dit segment en ook tot slot van het programma. Ja. U heeft het al een paar keer genoemd, hè, voor de volgende generatie. We hebben het er samen even over gehad. Er is een, ik weet niet de precieze uitspraak meer, maar over dat je 7 generations verder moet kunnen kijken. Wat dingen die je nu doet, dat die 7 generations lang impact kunnen hebben. Wat laat minister Albert Hubitane achter voor de next coming generations? Ja. Nou, ik zal de vrijheid nemen om en de durf om te zeggen dat we veelal naar achteren kijken, wat onze geschiedenis, de onafhankelijkheid met zich heeft meegebracht. Maar laten we ook als nu de huidige generatie, de huidige regering, iedereen in dit tijdperk van Suriname, laten we vooruit kijken. Mm-hmm. Wie willen we zijn? Wie mogen we zijn? En daar de basis voor leggen voor generaties na ons. Want als we blijven in het steken in zeg maar het individualisme, mm-hmm. daar schiet het niet mee op. Dat zullen we blijven zeggen en blijven roepen. Landen streven ons voorbij. Buurlanden streven ons voorbij. In de jaren 80 waren we op nummer zoveel. Nee, we moeten niet blijven janken. Mm-hmm. We moeten de handen in eigen boezem steken en nu vooruit kijken. We hebben gemeenschappelijke geschiedenis. Laat dat een bindmiddel zijn. Ja. Laat dat niet een middel zijn dat ons uit elkaar dreef, maar juist een bindmiddel van hier. Dit is onze historie. Mm-hmm. Ongeacht of je nou Indiaan bent, Maron of Chinees of Hindoestaan, op de eerste plaats zijn we Surinamer. Mm-hmm. En dat is een besef wat ik diep van binnen, zeker als Surinamer, mag zeggen dat we misschien nog niet daar zijn, maar we moeten durven elkaar in de ogen aan te kunnen aankijken en zeggen, hier gaan we naartoe werken. Ja. Waardoor het voor generaties na ons zeker wat makkelijker zou zijn, maar ook dat ze hier, waarom moeten studenten denken van na mijn middelbare school moet ik weg? Mm-hmm. We zijn iedereen van ons aan het exporteren. Terwijl we hier een basis moeten leggen voor de generaties na ons, op het gebied van onderwijs, op het gebied van volksgezondheid. Maar dat brengt ook met zich mee in één adem,
dat we elkaar succes moeten gunnen in dit land. Ja. Als we dat niet kunnen, ja, dan prediken we een aantal zaken voor niemandal. Maar we moeten daarin het voorbeeld gaan geven. En daar voel ik me verantwoordelijk voor. Om dat voorbeeld te geven. En waar er correcties mogen zijn of aanvullingen vanuit de samenleving. Daar staat Albert Egbert Rubitana altijd open voor. Ja, heel mooi, minister. Ja. En ik ben heel blij dat u daar open voor staat. Ja. En wat u wilt nalaten voor de volgende generaties. We zijn allemaal Surinamers. Ja. Ja. Dat telt. Dat telt, zeker. Ik dank u heel hartelijk dat u vandaag tijd heeft gemaakt om bij ons te zijn hier in het programma. Ik stuur u niet met lege handen weg. Ja. Ik stuur u weg met echt Surinaamse producten. Oh, Borgu. Yes, Borgu. Een van onze belangrijkste exportproducten. Dank u wel. Gewaardeerd. Door het SAB aan u aangeboden. Ja. En, minister, u bent niet heel ijdel, denk ik, maar wel van de verzorging. Ja. Zeepfabriek Joab is een Surinaams bedrijf wat gezondheidsverzorgingsproducten, moet ik zeggen, maakt van natuurlijke producten van Suriname. Ja. Dus hierin zit voor u huidolie, haarolie, baardolie, scrub, van alles en nog wat, helemaal natuurlijk. Ja. En ook dat mag ik u graag aanbieden. Dank u wel en ik zal zeker ook, als echte Suranamang, maar dat, zijn iedereen, dat is iedereen natuurlijk, zal ik ook hiervoor reclame gaan maken. Ja? Dat ik denk dat ze daar heel blij mee zal zijn. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik ben Albert Egbert Rubitana, de minister van Transport, Communicatie en Toerisme. Ik doe bij deze ook mijn levenscode. The man who wants to discover new oceans must have the courage to lose sight of the shore. We moeten durf hebben om nieuwe dingen te gaan ontdekken in dit leven. En vandaar dus dat ik deze code heb uitgekozen om zeker als een leidraad te gebruiken. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Man Achter de Minister. En vandaag met minister Albert Rubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Mijn naam is Rut Sinkler. Bedankt voor het kijken. This is another Supreme production. Supreme TV.